Als de brandweer aankomt, slaan de vlammen al uit het rieten dak van de boerderij aan de Zuidbrink. Gerrit Bruins blijft er voor het oog redelijk laconiek onder, maar van zijn huis en spullen is niets meer over. Ja, ik ben nog wit. Dat is een hard gelach. Ja, ik ben hier geboren en gedogen. Het is triest. Ja, we doen er dan niks. We moeten een beetje van de positieve kant bekijken. Maar ja, het is niet anders. De brandweerkorps uit Westerbork, Bijlen en Schoonhoort bestrijden het vuur. Ook Gerrit Bruins probeert de vlammen te doven. Als hij ziet dat zijn garage in brand staat na een explosie. Ja, ze waren de regulering aan gestopt. En er was bij de straat was verstopt. En dat stond ze los aan. En ze prikte de gasleiding lekker. Lag allemaal bij elkaar door. En toen is het gas, heb ze zaad op gas gehoord, dat hij weggelopen is naar de riolering gegaan. En toen is een explosie gekomen en alles op elkaar popt. Ja, er was niks aan de hand. Kun je vergeten. Op de plaats van het gaslek is een grote vlam te zien. Het duurt ruim een uur voor het gaslek verholpen is, omdat Innexis op meerdere plaatsen de gasleiding moet opgraven. De vlammen slaan snel om zich heen. Maar toch weten Gerrit en zijn vrouw nog snel wat spullen uit het familiearchief te redden. Ik ben al die vreemde luchten, inderdaad. Ik ben al die mijn verstand gebruikt. Ik heb de dvd's van de kinderen die ik nog vanaf mijn eerste zondag met een lange huid gehaald. Nou, toen zei ik al van dat is nooit meer gelopen, maar het maakt niks uit. Meer kun je dat niet doen. Dat. Voor hulp kan Gerrit gelukkig terecht bij de buurt en zijn kinderen.